Wij spelen 36 wedstrijden waarin wij van tevoren weten dat het erg moeilijk wordt dit seizoen. Maar goed, dat hebben we meerdere keren aangegeven, dus dat is geen excuus. Ik denk dat we de eerste 20 minuten goed begonnen. We hadden de wedstrijd goed onder controle. Rietsmeijer. De man die het zo goed deed bij Cambuur met de voorzet op Bergwijn. En dan moet de doelman wel degelijk even gestrekt op de inzet van Bergwijn. En die doelman is Jordi Dekkers, de doelman van VVV. De eerste 20 minuten vond ik ons vandaag vrij behoorlijk spelen. En dan maken we zelf een slippertje op eigen helft en leiden we een tegengoal in. En vanaf dat moment herken ik mijn ploeg ook niet meer. Het wordt steeds minder, het initiatief naar voren neemt af. Verdedigend geven op eigen helft steeds meer ruimteprijs. Kortom, de problemen stapelen zich op. Ja, en tegen zo'n ervaren ploeg als VVV, die weten daar wel raad mee. En na de eerste goal zakten we een beetje weg. En zo ging het steeds verder. Bij elke goal zakten we verder weg. En dan zie je ook het resultaat. Opoku, combinatie met Hermansson. En Opoku maakt dat dan uitstekend af. Ik weet het zelf ook niet waarom we eigenlijk wegzakken naar de eerste goal. Maar ja, misschien zou het liggen aan niet zoveel ervaring. En het is toch weer een leerpunt voor ons. Ja, wat zeg je dan in de rust tegen de mannen? Verschillende dingen. Je hamert in ieder geval eventjes op die eerste 20 minuten, waarin het wel goed ging. Vervolgens dan natuurlijk ook goed concentreren op wat het plan wordt voor de tweede helft. We zeiden ook tegen elkaar van, Drino, het is nog niet klaar. Als ze snel de eentje binnenprikken, kan er nog alles gebeuren. Maar goed, de focus wel gelegd op de tweede helft en iets anders gaan spelen. Iets opportunistischer, meer het gevecht aangaan. Kijken of we wat meer eerste divisievoetbal kunnen spelen. Dat lukte redelijk. We maken nog een goal. Lammers, die mag komen. Fleuren, wat doe je nu? Fleuren ruikt niet goed op. En Sam Lammers, 18 jaar slechts, maakt dan de 1-3. En dan komt PSV terug in de wedstrijd. Mogelijk hadden we nog wat kunnen creëren daarna, maar vervolgens maken we toch twee persoonlijke ketsers en beslissen zij gewoon de wedstrijd. We hadden geloof in voor de tweede, maar hij viel aan de andere kant en toen was de wedstrijd eigenlijk wel gespeeld. En dan Buwalda, helemaal vrij. Foutje in de defensie bij Jong PSV. En Buwalda mag vrij inkoppen. Ik heb ook al verschillende keren aangegeven, lessen is prima, hè, maar we spelen de wedstrijd om te winnen. En dat was vanavond niet anders. Dus uiteindelijk moeten we wel gewoon, net zoals we met de winstpartij hebben gedaan, goed analyseren en kijken hoe we erop staan. En waar het misging, waar het goed ging, dat hebben we vorige keer ook gedaan, dat zullen we nu niet anders doen. En het wordt nog erger, Opoku krijgt met een gelukje die bal mee van Rommers. En die maakt dat dan uitstekend af. En dan wint VVV met 5-1 van Jong PSV. Dit is wel een domper eigenlijk, vind ik. Als je met 1-0 verliest, dan kan het er nog mee door. Maar 5-1, dat is wel overdreven, vind ik.